Goedemorgen en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Een dik pak bewolking trekt inmiddels over ons land. In het zuiden schijnt soms nog even de zon, maar ook daar raakt het geleidelijk aan bewolkt. En later vanochtend volgde vanuit het noorden regen. De wind speelt vandaag echter de hoofdrol. Aan zee wordt die stormachtig of later zelfs storm uit het zuidwesten, windkracht 8 of 9. En in het noordelijk kustgebied is later zelfs een tijdje zware storm mogelijk, windkracht 10. Verder zijn zeer zware windstoten mogelijk tussen de 100 en 130 km per uur. De wind gaat geleidelijk aan wel draaien van zuidwest naar noordwest en met het draaien van de wind stroomt geleidelijk ook koudere lucht binnen, zodat de neerslag in de namiddag en avond overgaat in soms natte sneeuw. Verder ligt dan in de avond de temperatuur rond de graad of 5 en dat is ook ongeveer de maximumtemperatuur voor morgen. Verder vallen er dan ook een aantal winterse buien, zeker in het noorden en in het oosten van het land, en aan zee staat nog wel een harde tot stormachtige wind, windkracht 7 of 8. Zaterdag en zondag dan is de wind een stuk verder afgenomen. Aan zee nog wel vrij krachtig, windkracht 5, maar goed een stuk minder dan vandaag. En verder loopt de middagtemperatuur wat op van 6 tot 8 graden op zondag. En verder is er ook veel bewolking en valt af en toe wat regen. Ik ben Ben Langkamp van weerblaza.nl.